De Carolus Borromeuskerk staat al meer dan 400 jaar op wat vandaag het Conscienceplein heet. Maar het plein was er lang voor er sprake was van conscience. We hebben het te danken aan de Jezuïeten, die hier in de 17e eeuw aan het bouwen gingen. Het was een middeleeuwse wijk en dus stilaan hadden de Jezuïeten deze plek gekozen als hun uitvalsbasis, als een studieplek, ook als een plek om een kerk te maken. En ze zijn eigenlijk systematisch huizen beginnen kopen tot ze voldoende ruimte hadden, voldoende vierkante meters, om dit ontwerp te maken. De Jezuïeten ontwierpen niet alleen de kerk, maar gingen voor een totaal aanpak. Het hele plein werd aangelegd als één groot kunstwerk naar Italiaans model. Helemaal in de hippe stijl van toen, de barok. Barok is een stijlperiode die zich situeert in Italië in de 16e eeuw, in de Nederlanden in de 17e eeuw. En er zijn eigenlijk hier drie grote lijnen die samenkomen. Je hebt de contrareformatie, je hebt de lijn van Rubens, die hier heel belangrijk is. En ten derde de heel sterke opkomst van de Jezuïeten. Die drie lijnen die komen hier op deze plek, in deze kerk, op een heel unieke wijze samen. En om dat goed te begrijpen, moeten we nog zo'n 35 jaar verder terug in de tijd. Antwerpen was in de tweede helft van de 16e eeuw een bolwerk van het protestantisme geworden. Maar daar kwam, in 1585, abrupt een einde aan. Na een belegering van een jaar dwongen de troepen van de Spaanse koning Philips II de stad tot overgave. Er werd een capitulatieverdrag gesloten en dat bepaalde onder meer dat protestanten nog 4 jaar de tijd kregen om in Antwerpen te verblijven. En binnen die 4 jaar moesten ze zich ofwel bekeren tot de katholieke kerk, of ze moesten op het einde van die termijn de stad verlaten. Zo'n 40.000 Antwerpenaren deden dat ook. Maar de Jezuïeten die werden een drijvende kracht achter de contrareformatie. De Jezuïeten zijn eigenlijk de kampioenen van de katholieke godsdienst in die tijd. Zij willen met alle mogelijke middelen mensen overtuigen van wie ze zijn, van wat ze doen, van het geloof, van de opinies waar ze voor staan. En ze gebruiken daar heel veel moderne media voor, de moderne media van die tijd, de vlugge boekdrukkunst, toneelvoorstellingen enzovoorts, om de mensen te beïnvloeden. En je zou ze dus kunnen noemen influencers. Ze beïnvloeden de mentaliteit van de mensen en dat doen ze op een magistrale wijze. Het zijn ook de Jezuïeten die het Mariabeeld op het Antwerpse stadhuis plaatsen. En dat doen ze als echte barokke influencers met veel zin voor spektakel. In de centrale nis van het stadhuis prijkte aanvankelijk het beeld van Brabo. Maar de Jezuïeten vonden dat maar niks, die heidense Brabo. En zij wilden in de plaats van Brabo een Mariabeeld. En ze houden dus collectes in Antwerpen. Er zijn vele burgers die daarvoor bijdragen. En na 2 jaar is dat Mariabeeld klaar. Eind februari wordt dat al overgebracht van het huis van de Jezuïeten. En men plaatste het in de centrale nis. Men doet Brabo eruit, men zet Maria in de plaats, maar het beeld wordt op dat moment nog bedekt. En op 7 april brengt men de kroon. Je ziet boven, Maria draagt een kroon. Ze heeft ook een scepter in de hand. Die kroon en die scepter waren op een triomfwagen gelegd, die getrokken werd door de schuttersgilde. Daar worden toespraken gehouden en daar worden vreugdeschoten afgevuurd. Dat was natuurlijk een manier om heel veel mensen te bereiken. Dus de grote markt stond op dat moment vol volk. Dat maakte veel indruk. En we wilden op die manier duidelijk maken dat de stad voortaan onder de bescherming stond van de heilige maagd Maria. En het is ook Maria die op de voorgevel van de Carolus Borromeuskerk prijkt. Toeval of niet, ze kijkt haar alter ego op het stadhuis bijna recht in de ogen. Men heeft door onderzoek inderdaad kunnen vaststellen dat er een rechtstreekse lijn loopt van Maria, boven in de gevel van de Borromeuskerk, naar Maria, die centraal staat in de gevel van het stadhuis. En op die manier wou men eigenlijk ook duidelijk maken dat de lijnen van het kerkelijke en van het politieke gezag heel nauw met elkaar verbonden waren. Dus ook dat wordt typisch voor dat nieuwe tijdsgevricht dat na 1585 ontstaat. Er is een heel nauwe samenwerking tussen het politieke gezag in de stad en het kerkelijke gezag. De Jezuïeten gingen ervoor.
Met de hulp en de zegen van Maria moest Antwerpen een katholieke voorbeeldstad worden. Recht tegenover de Carolus Borromeuskerk bouwden ze het gebouw voor de sodaliteit. Een sodaliteit is eigenlijk een vereniging van leken, dus niet van priesters, maar wel van gelovige mannen. Ze kwamen voornamelijk samen om de mis te horen en om naar de preken te luisteren. En ze verzamelden zich rond gemeenschappelijke devotie. En er was een soort van verzekering ook dat als je stervende was, of als je gestorven was, dat de andere sodales mee voor jou zouden zorgen en jouw uitvaart zouden begeleiden. Dus dat je ziel zeker in de hemel terecht zou komen na je dood. Het gebouw van de sodaliteit was opgesplitst in twee kapellen voor verschillende doelgroepen. Er was een sodaliteit die voortging in het Latijn, was voor de echt geleerde mannen. Er is een sodaliteit gekomen voor de gehuwde mannen en een voor de ongehuwde mannen. De bejaarde jongmans werd dat toen genoemd. Dus mannen die wel volwassen waren, maar nog niet getrouwd. En dan kwamen er ook sodaliteiten voor de jongeren, dus die jonger waren dan 21 jaar. Er is een sodaliteit gekomen voor de niet-Nederlandstaligen, waar de voertaal Frans was. En dan kwamen er nog sodaliteiten voor de jeugd en voor de kinderen. En uiteindelijk had je hier 7 verschillende sodaliteiten, waar in totaal meer dan 4000 mensen lid van waren. De bovenkapel van de sodaliteit was op de plek waar vandaag de 19e-eeuwse notenboomzaal van de erfgoedbibliotheek is. Maar in de 18e eeuw zag het er hier helemaal anders uit. Tijdens het onderzoek voor deze tentoonstelling zijn we op het spoor gekomen van een interieurschilderij. Op het schilderij zien we de bovensodaliteit zoals ze er van 1710 ongeveer heeft uitgezien. We zien hier achteraan het hoofdaltaar met het schilderij van de heilige Rosalia door Van Dijk. Hier aan de zijmuur zien we een aantal schilderijen gewijd aan Onze Lieve Vrouw, allemaal omgeven door marmeren kaders. En op het plafond ook nog een hele schilderijencyclus, ook gewijd aan het leven van Onze Lieve Vrouw. En dat geeft ons dus een beeld van hoe die sodaliteit er heeft uitgezien in de 18e eeuw. Het schilderij wordt de basis voor een tentoonstelling tijdens het festival Barokke Influencers. Het Immersive Lab van de Ab Hogeschool werkt aan een virtuele reconstructie van de kapel die via augmented reality te zien zal zijn in de Notenboomzaal. Die foto, wat een 2D-beeld is, hebben eigenlijk tot leven gewekt. En wij hebben dat gereconstrueerd in een 3D-ruimte. Zoals je hier eigenlijk kan zien. In de tentoonstelling zelf, dus eens dat je in de bibliotheek staat, in de sodaliteit, kan je eigenlijk rondkijken in het verleden. Dus dit is een augmented reality applicatie en je kan op een touchscreen gaan kijken van hoe het er precies uitzag in het verleden. En zo loopt er een rechtstreekse lijn van de Jezuïeten in de 17e eeuw naar de moderne technologie van vandaag. En dat is geen toeval. De 17e eeuw is in alle opzichten wellicht het begin van onze moderne tijd, omdat wetenschap, handel en samenleving op dat moment toch met rassenschreden vooruit gaan. En die ontwikkelingen die toen op gang zijn gekomen, die houden ons vandaag nog altijd bezig. Dus barok is in dat opzicht, zeker voor Antwerpen, een schakelmoment geweest in de geschiedenis. En elke generatie moet wellicht proberen te ontdekken hoe ze zich verhouden tot die traditie. En dat kan tijdens het festival Barokke Influencers op verschillende locaties in de stad. Als we terugkijken naar de Jezuïeten in de 17e eeuw, dan zie je heel zelfzeker de mensen aan het werk. Die een verhaal brengen uit overtuiging. En de overtuiging dat de wereld beter kan worden als we allemaal maar ons steentje bijdragen. En het is dat idee dat we met dit festival willen overbrengen.